Deze beschouwing. Daar ga ik even lekker de tijd voor nemen. En ik hoop jij ook. En anders zet je hem <laughs> uit. Dat mag mij uit. Ik ga lekker zeggen wat ik heb te zeggen. Kijken of ik een beetje orde kan scheppen. in die seksistische chaos. Ik heb het gehad in. Eerdere beschouwingen over dat andere hekele onderwerp. En dat is racisme. Bij racisme heb ik het gehad over slavernij. En dat er geen enkele reden is om mensen met veel melanine. of ik moet zeggen actiever melanine. dat die meer. Last hebben gehad van slavernij dan blanken. Dat is op zich al, dat heb ik dat duidelijk uitgelegd. En ook is het zo dat het niet is vol te houden dat alleen blanke mensen, behalve dat ze zelf slaaf zijn geweest, dat, dat het enige ras is geweest dat ook slavernij heeft eraan uh, meegewerkt en gebruikt heeft. Economisch goed. Dat hebben namelijk alle rassen min of meer op hun geweten. Nou ja, heb ik het ook gehad over DNA. En dat DNA, dat is een uitgangspunt wat je gekregen hebt van je papa en je mama. En de bedoeling is dat je er zelf wat mee gaat doen. Je kan niet zeggen een kind van uh, ouders met een dusdanige afkomst. dat gaat precies hetzelfde doen. als wat die ouders hebben gedaan. Dat kan niet. Dat is belachelijk. Als je dat denkt. Huh. Ja, zijn moeder was een hoer. En zijn vader was een pooier. Nou, dan weet je wel, hè? dat is die, wat een, een hoerenpooierzoen. Die deugen niet. Nee, zo werkt het dus niet. Ja. En je kan dus ook niet zeggen, omdat ik, uh, mijn moeder was een hoer en mijn vader was een pooier en nu wil ik uh, uh, dingen. Nee. Je moeder was een hoer, je vader was een pooier. En wat ga jij doen in je leven? De rest van je leven overlopen zeuren? Daar ben ik nogal strikt in. Je moet niet zeuren over het leven, want dan respecteer je het niet. Ik doe er misschien nog geen over racisme. Misschien. Racisme als politiek, misschien nog. Ik ga het vandaag hebben over seksisme. En dan seksisme. Waar zou ik het over gaan beginnen? Misschien beslis ik dat straks wel. Er is zoveel om over te beginnen. Laat ik beginnen met mijn eigen dochter. Die was vorige week of zo even hier. En die zei met zo'n minzame glimlach: Van ja, pap, maar hoe zit het dan met klimaatverandering? En institutioneel racisme? En het patriarchaat? En dan denk ik, ja, mesje. meisje. Waar heeft mijn dochter het over als ze het heeft over een patriarchaat? Want zij kent alleen maar het matriarchaat. Zo van: je gaat je hele leven al naar de snackbar. En dan koop je altijd een patatje pindasaus met ui. En dan denk je wel, ja, Patje Pinselt met uitzicht. Ja, ja, nou, om die reden lust ik ook geen vaniervla Over een materiaal gaat, deugd er niet, dat durft ze niet te zeggen. Hè? Over haar moeder geen Jota aan kritiek, AUB. zeker niet door mij. Misschien dat mijn dochter denkt dat ik stiekem diep in mijn hart. Nog steeds hunkeren naar de tedere aanraking van haar moeder. En dat ik nog steeds uh... Ludved heb. Peggy, wat is Ludevide? Liefdesverdriet. Nee, je hebt, uh, verdriet of pijn of frustratie of ergernis over het feit dat. Bij ons thuis speelde die moeder op een hele dominante, intimiderende manier de baas. Het dagschema. Dus hoe laat dit, hoe laat dat, uh, het, het huishoudschema, uh, wie doet dit en wanneer. Tot en uh, met het soort toiletpapier aan toe. Want dat mocht uh, alleen maar eco-toiletpapier zijn. Want anders maken we de planeet kapot. En dan maar lopen roepen... het patriarchaat deugt niet. Ze weet helemaal niet wat het patriarchaat is. Ze kan zich daar helemaal geen voorstelling bij maken... Ze weet alleen maar, uh, vrouwen, die, uh, die schelden dan uh, die mannen allemaal uit. En dat is hoog nodig ook, want die mannen doen allemaal stomme dingen. En uh, ja, dat heb je dan als kind niet in de gaten. Maar je merkt dan mama dat er toch iets is met het gedrag van papa. En, uh, 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 en wie steun je dan? Uh, en wie steun je dan? Ja, mama natuurlijk. Want die is overstuur. Dus die is zielig. Ja, dat is, dat is het materiaal gaat. Dus het matriarchaat, dat is dan. Dan schiepen hun even te binnen en hakken, alsjeblieft, uh, geen lichaamsdelen van mij eraf. Die mij te edel zijn. Dus mijn vingersnagels, dat mag dan wel, wel voorzichtig knippen. Maar voor de rest blijven we over, overal vanaf, over. hè. Maar het is toch verdorie net dat de patiënten in het ziekenhuis zeggen. Ja, al die doktoren die zijn hier de baas. En hoe zit het met ons, stemrecht? Huh? Misschien hebben wij wel veel betere ideeën over hoe je iedereen beter kan maken dan die doktoren. Waar ben je nou mee bezig? Van de moeder. Mocht ze geen fiets. Toen ze zes was. Hè? En toen heb ik dat er doorheen geduwd. Dus toen had mijn moeder. Uh, mijn moeder dat is mijn kind. Die had een. Uh, die, zei ik tegen die moeder. Van, nou is het afgelopen. Je hebt de hele boel zoveel weken maanden lopen ophouden. Nou is de zomervakantie begonnen. Ons kind is zes. En ik ga met ons kind te maken. En wat heb je nodig voor een fietstocht? Dan moet je een vrouw dan ook nog uitleggen, denk ik dan. Hè? een fiets dus. Ja, je kan ook als een kind achterop nemen... ...maar dat hadden we zes, zes jaar lang al gedaan. En nou wilde ik een keer met mijn dochter een fietstocht maken... ...en dat die hummeldummel lekker op de eigen tweewieler zit. En dan zo... ...en ik aan de linkerkant ernaast natuurlijk... Hij mocht niet van die moeder. En dan denk ik. Dit is een atmosferische storing. Dus ik fietsenmaker gebeld. Ik zeg: Die, die fiets die apart gezet was, die, heb je die nog? Ja, die heb ik nog steeds. Is dat mooi zo. Die kom ik morgen ophalen. Kwaad die moeder, joh. Kwaad. En is het dan zo dat het matriagaat dan komt omdat mijn dochter dat gewend is? Maar kijk, kijk, het patriarchaat geeft maar cadeaus aan kinderen. En dat denkt dat dan gaat mama overstuur worden. Zijn mama mij dan wat geeft. En van de moeder krijgt ze altijd alleen maar onzin. Hè? De, nog, nog meer leuke sokjes. Daar had mijn dochter al zoveel paar sokken, maar dan had die moeder die had dan iets gezien met Nijntje. Dan heb je nu ook sokken met Nijntje? Daar hoor je er echt bij op het schoolplein. Maar niet zoiets als een fiets. Of winterschoenen. Of een winterjas. Ik weet het, dat ik. Dat was dan mijn moeder. En dat is ook zo'n heerlijke matriarchale. Die zegt: Ja, het is nou met die scheidingen. En uh, dan gaan we op vakantie naar Turkije. En je kan het best wel betalen. En wij betalen alles voor het kind. En dan hoef je alleen je eigen ticket. En, uh... dat was, ik kon natuurlijk geen nee zeggen. Dus wij naar Turkije. Komen we eraan in Bodrum. En dan zegt mijn moeder: Ik ga de koffers uitpakken. En dan ook die van je kind. En ik dacht: Nou, dat is goed. Mijn moeder gaat de, koffie, de koffers uitpakken. En dan ga ik wel Raki drinken. Op het zonnetras. Ja, je wil toch in de zon zitten. En dan komt mijn moeder naar me toe. En die zegt: Wat is dat nou? Er zitten maar twee t-shirts in haar tas. Ik zeg: Oh, dat is mooi fout gegaan. Ja, dat is mijn moeder. Maar daar had je op moeten letten. Je snapt toch wel dat als je, met je, als je voor 13, 14 dagen naar Turkije gaat. dat je meer nodig hebt dan twee t-shirts. Mijn moeder snapt niet dat ze dat zegt tegen mij. En dat ik dat wel weet. En ze snapt niet dat ik moeilijk. als ik het kind ophaal bij haar moeder. En ik heb van tevoren echt een duidelijke lijst gemaakt van: vergeet je zwemvliezen niet. Vergeet je snorkel niet. Vergeet je bril natuurlijk niet. Je zwembril, hè, je duikbril. En vergeet je dit niet. En eh, vergeet je dat niet. En eh, denk je om zus en denk je om zo. Hè. En ja, ik heb ook ongetwijfeld zoiets gezegd: van, Denk om onderbroeken, t-shirts, dat je wat warms hebt. Dat je, want in Turkije kan het ook koud zijn. Dat is niet te verwachten, maar het kan wel. En dat, dat heb ik gezegd. En dan zegt mijn dochter tegen mij: die komt ze heel trots, een hele grote tas. En die moeder ook zo super tevreden. Oh, oh, de hele tas gepakt. Ja, en er zitten maar twee t-shirts in. Wat wil mijn moeder dan? Dat ik op de stoep die tas openrits, en dat ik dan ook een handdoek bij me heb. En dan leg ik die handdoek naast de tas. En dan ga ik op die vieze stoep. Ga ik al die schone spullen uit de tas pakken. Ik pak het lijstje erbij en ik ga alles afturven. En dan zeg ik tegen die moeder van goh, ik mis vijf shirts. Vijf t-shirts. Of vier. Wat, wat denkt mijn moeder dan? Dat is het materiaal gaat. Dat mijn moeder dat niet snapt. Dat het mijn moeder niet snapt dat het geen enkele zin heeft om mij kwaad op, op, aan te lopen kijken over iets dat haar schoondochter heeft verzaakt. Ja, pauze. Je hebt mijn best hoe het materiaal gaat, maar het kost je wel het geluk van je kinderen. Ik heb net zitten kijken. Dan ben ik zo geding. Het is niet te filmen. Was Anne Coulquier, zeggen wij. Op ze Amerikaans zeggen of ze is Engels, dacht ik. Maar dat weet ik dan niet. En Culture. C-O-U-L. En dan tieren. Anne Coulquier. Die heeft een boek gepubliceerd en de titel luidt demonic. En zij zegt dat uit de statistieken blijkt dat van de kinderen een bij een, alleen maar een moeder. Dat is dan als je een eenouder gezin hebt. Dat is vanwege dat materiaal gaat, is dat? Als die, die twee, als dat niet gaat. En dan blijft het kind bij de moeder. Want die is het beste. Zeggen ze. Ja, het is wel zo dat die vrouwen. Hun kinderen. Daarvan komt 70% in aanraking. Met de jeugdpolitie. Of hoe heet dat tegenwoordig? Juvenile criminal court toestanden. 70 procent. Als het matria gaat. Ja, bij vrouwen die wij zijn papa en mama tegelijkertijd. Nee, vrouwen die snappen niet wat de lol is van een boormachine. Kijk, ik heb een vriend die is overleden. God hebben zijn ziel. En die had hetzelfde als ik. Dus je wil wat hebben. En dan heb je allemaal moet je rond te vragen. En dan vraag je brochures op. Hoe gaat het maar? Tegenwoordig is het allemaal kijken op internet. En dan ga je het helemaal aanzoeken. En dan ga je prijzen vergelijken. En dan ga je leveringscondities bekijken. En uiteindelijk heb je hem dan. En dan laat je die doos waar we dat allemaal in zitten. Dat laat je eerst uh, staan. Dat ga je niet gelijk openmaken. Want je bent helemaal opgewonden. Je laat hem eerst even staan. En dan denk je: ja, ik heb hem. Maar even kijken of die doos compleet is natuurlijk. Dat doe je wel. Maar je raakt hem verder niet aan. Je gaat hem niet gebruiken. Dan ga je in je agenda kijken van wanneer ga ik hem gebruiken. En al die tijd ben je dan helemaal... Ik heb mijn Roland SX-4000. En dan de derde editie. Met die nieuwe firmware. We hebben vrouwen niet. Vrouwen die denken, oh, ik moet een bommachine. En wat voor een bommachine dan... Waarom ook die? Oh ja, en we kosten 10. En die gaan zeggen: oké, okay. en dan gaan we boren. Vrouwen begrijpen er helemaal niks van. Vrouwen raken niet opgewonden van machines. Ja, perrie, je hebt vibrators. Ja, en die maken ze zeker zelf of zo. En ook van die machines worden ze... Um, dus daar kan je ook wel blijven... Ik heb machines gezien, man. Dat waren vibratoren voor vrouwen. Dat was zoiets als een soort gymapparaat. En dan ga je spreidelings op zitten en de rest gebeurt vanzelf. Het is een soort rodeopaard. En zelfs dan zitten ze erop te giechelen. Oh, ik hoop maar dat ik er niet afval. Vrouwen raken niet opgewonden van machines... Vrouwen raken opgewonden van mannen. Voor de rest, helemaal niks. En wij mannen hebben dat niet in de gaten. En zeker tegenwoordig, dan geloven we dat, dat, is een... dat is in de software-industrie. Toen die omhoog kwam, waren er nogal wat vrouwen die banen accepteerden. En waarom niet? Kijk, ja, als mensen in die dagen tegen mij hadden gezegd: van ja, maar Piri, als programmeur, dan zit je de hele dag binnen. Dat is niet goed voor je lichaam en zo en zo. Dan had ik gezegd: van, ja, is wel zo. Ja, en ja, als programmeur ga je heel veel zitten roken, koffie drinken. is niet goed voor je lichaam en zo. En ik zei, ja, dat, dit is dus zo. Ja. Ik wil programmeren. Ik word opgewonden van hardware. Ik wilde programmeren. En daarom ben ik gaan programmeren. En dan maar, helaas moet je binnenwerken. Nou, is het maar zo. Maar er zitten ook voordelen aan. Je kan je eigen werktijden bepalen. Je werkt 60, 70, 80 uur per week. En je mag helemaal zelf kiezen. Je helemaal vrij om te kiezen. wanneer je die uren draait. Maakt niemand wat uit. En die vrouwen, die zijn er ook in gestapt. Die zagen ook dat geweldige aanbod. Maar die werden niet opgewonden van het programmeren. En die zijn er mee opgehouden. En dan zag ik ook nog zo'n man tijdens een C++-conferentie. C++ is, wat uh, ik vind, de programmeertaal. Je doet het daar maar mee. En als het daar niet gaat... Dan, uh... Dan vraag ik me af, uh, nou ja, hij maakt niet uit, dat doet het zijn mannen. Huh? En dat dan iemand dan zei, van well, ja, in de vroegere hadden we wel heel veel vrouwen in, de, in het team, en uh, maar nu helemaal niet meer, alleen maar mannen. Dan moeten we toch wat aan doen. En dan denk ik wat. We hebben toch wel wat beter. Wij zijn er als computersprogrammeurs. En het is onze taak om die hardware zo ontzettend veel stroom te laten trekken. dat de afdeling koeling gaat klagen. Daar gaat het om. En het is helemaal niet belangrijk dat het slimste programma geschreven wordt door iemand met een XX-chromosoom. Maar ik, ik vind het wel leuk hoor, nieuwe, dat we dus nieuwe software krijgen. Hè, voor dat we een beetje gaan streamen en zo. En dan is dat niet meer nodig en dat niet meer nodig. Allemaal bespaard hè. Maar het moet wel, uh, ja, ik wil wel dat het uh, die programmeursen. dat moeten onopgeleide, achtergestelde uh, bosjes mensen zijn uit Soedanië. Nee, wat jij wil, is dat er een oplossing komt voor je ICT. En als er een genie is en die weet het allemaal geweldig te doen met bosnegers uit Soedanië. Dan is er geen enkel probleem. Als die, op, als die oplossing maar werkt. Als die Soedanese dat voor elkaar weten te krijgen, dan ben jij bingo. It's een man's world. Dat is beloven, doen en beloond worden. Oh, net als een hond. Zit. Dan gaat die hond zitten. En dan krijgt hij een koekie. We zijn met dochter ook. Ja, kijk, die mannenwerkzaamheid toestond in... Oh, de, de, de vrouwen die zijn achtergesteld en alles, huh? Vrouwen zijn helemaal niet achtergesteld. Niet, nooit niet. Vrouwen. Nu wordt hij weer eventjes zud je niet een of andere edel lichaamsdeelder van mij. Hè? Maar vrouwen, uh, het ergste wat hun overkwam, is dat ze op hun rug moesten liggen. En ze brachten het er levend van af. Nou ja, sommigen zijn doodvergewaltigd. Maar in de regel bracht je het er levend van af. Ja, ik gaf het je te doen. Als jongen van 19 in Stalingrad. Hitler en Stalin. die hadden samen een overleg gehad. onder auspiciën van de Heilige Stoel. En er moesten een aantal mannen moesten weg. Want te veel mannen. Net als met kippen. En bij iedere kippenboer weet dat die mannetjes. Heb je er zoveel van nodig? Het, mannetje, het leven van een kip. Als mannetje. is aanmerkelijk korter dan het leven van een kip als vrouwtje. Mannetjes krijgen echt niet zoveel te eten. Die krijgen net zo lang te eten. dat ze er lekker uitzien. en nog niets uh, vervelend worden. En dan ben je. in tien minuten tijd er is. Even goed doen. In tien minuten tijd is er iets lekkers in de kamer. In tien minuten tijd is er iets lekkers in de kamer. Goud haantje, goud haantje, van Herman Kramer. En ik had het goed. In de supermarkt, daar lagen al die mannetjes kippen. Van drie maanden oud of zo. vaak, hun verpakt en daadwerkelijk. Die tien minuten, dat klopt. Er is dus een pannetje water op. Burn, baby, burn eronder. En dan gooi je dat pak plastic erin. Dat kost je tien minuten. Openknippen. Haantje eruit. En wegsmikkelen. maar hele dunne bordjes. Maar... Oh, lekker dik haantje. Hele dunne bordjes, maar lekker dik haantje. En zo zijn die mannen in een Stalingrad dus... Stalin die stuurde zijn jongens naar naartoe die dood moesten. Hitler stuurde zijn jongens de naartoe die dood moesten. Dat is je lot als man in de oorlog. Dat de heilige stoel nu weer wat anders heeft verzonnen. En dan kunnen die vrouwen heus zeggen van ja, maar kijk, de pauze, dus de heilige stoelen, ja, dat is wel altijd een man. Oh, dat is ook heel stom. Want dat vind je ook, Piggy. Ja, nou, als het een vrouw was, dan was de paus, denk ik minder gevaarlijk. Maar dat is een gokje. Ik vind het een goede uitspraak van iemand die zei: Het verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen in dingen. dat is Bijvoorbeeld euh, lichaamslengte. De, in de extreme, euh, ze zijn extremer. Het gaat om de, als je kijkt naar statistiek, heb je een klokcurve. Die wiskunde heb ik allemaal gedaan. Het is best interessant. Het is best leuk. Het ziet eruit als een klok. Een bellcurve. En de bellcurve van vrouwen die is minder breed. Die zit meer in één punt. En de bellcurve van mannen die is breder. Dus neem zoiets als darten. Heb je veel meer variantie. Dus ze echt helemaal niet kunnen dachten. En heel goed kunnen dachten. Vrouwen, die, die zijn. Die, 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 dat, dat, dat is niet zo divers. En mannen zijn in die reden ook extreem afwijkender. Dingen als perversies. Dat is, uh, ja, is dan een sodomie. Hè? En al die vertakkingen van sodomie. Dat vind je bij mannen. En wat je bij mannen ook vindt, is die duidelijke overtuiging: van nee, ik zie vrouwen, alle vrouwen, als mijn zuster. En ik doe niet aan incest. Nee, ik wil helemaal niet trouwen met een vrouw. Dat, dat is typisch mannelijk. Iedereen denkt van, ah, er zit zo'n man, hè, die zit dan ergens op een hemelberg of zo. Uh, de, de hemelberg heet hij en zeilen en klimmen. En die zit die helemaal in zijn eentje. En, en uh, wat eet hij dan? Wat was het ook alweer? Oh ja, het drinkt uh, dauwwater... Hij eet een springhaan op zijn tijd en rooft honing van bijen. En hoe kan je dat volhouden, zo'n dieet, helemaal eenzaam? Ja, en ik zou zeggen, ja, die man die snapt het. Uh, no woman, no cry. <tacht> dat is de hermenuid. The Hermit. Dus je vindt dat dus bij mannen heel extreem. To, totaal geen seks, maar ook echt helemaal niet. Je zult ook helemaal begrijpen: nou, oh, blijf van me af, alsjeblieft. Raak me niet aan. Daar hou ik niet van. Let me be, let me be. En die andere kant, dat ze overdreven veel seks willen... dat ze zelfs bereid zijn om maatschappelijke risico's te lopen... om naar de meest extreme seksclubs te gaan. En dat ze dan op het NOS-journaal moeten laten voorlezen van... Uh, Joris Demmink heeft in een besloten vergadering verklaard... dat hij graag seks had met jonge homo's en niet altijd vroeg... hoe oud ze waren... Dat is zo. En vrouwen willen graag net zo extreem worden, denk ik dan. Nee, maar dat willen ze dan niet. Want dan zijn mijn dochter van ja, nee, dat extreme gedoe van die mannen. Hè, met die druk op de werkvloer. En dat moet helemaal gaan veranderen. Want wij vrouwen komen er binnen. En dan gaan we om ze heel lekker. gaan wij. Uh, ja, wat ga je dan doen? Personeelszaken runnen. Ik laat maar een pauze vallen. Ik was zo droever van als je het hebt over het persoonlijke vlak wat ik gezien heb. Aan de waanzin. Van het idee dat vrouwen denken dat als ze maar lekker zichzelf zijn. Dat, dan gaat iedereen dat doen, want ze vormen het goede voorbeeld. En iedereen mag zijn zoals die is. Ik had dat ook met een vrouw die had gezegd: Ja, oh, ik ben helemaal in paniek. En ik zat met mijn smart op je te wachten. En dan reageer je helemaal niet. En ik had je een mail gestuurd en zo. En dan zei ik tegen die vrouw: well, Ja, lieve kind. Ik krijg dertig mails op een dag. Als ik zit te werken, die zijn allemaal dringend. Of dat ze een korte vraag hebben die ik in één keer snap. En alles wat ik in één keer snap, die krijg ik gelijk terug. En alles wat ik snel kan oplossen... dat ga ik En stel jij een vraag waarvan ik denk... van ik begrijp de vraag niet. Dat kan ook. Of ik weet niet direct wat ik moet doen. Ja, ik was al bezig voor een andere klant. En ik heb uh, ongeveer tien vingers. En maar twee handen. En als een vrouw tegen mij zegt... Dan uh, zeg ik tegen haar... Je ja, komt in die e-mailbak en... Dat is tussen al die anderen. Hoe moet ik weten dat jij een dringend probleem hebt? Bel me dan. Waarop zij zei: Ja, maar op zo'n moment hè, dan ben ik zo emotioneel. Dan, dan kan ik alleen maar zo'n e-mail eruit krijgen. En ik weet wel dat ik hier kan bellen. Ik weet dat ik je kan bellen. Maar dan, dan, dan moet ik op dat moment. En dan, dan wil ik gewoon een antwoord. En dat is dan. Een puntje voor mij om aan te werken. En in de vergadering. Terwijl ze dat zei. Met allemaal andere vrouwen erbij. Wat is er zo geknikst van ja. Ja. Ja, wij vinden dit zelf ook hoor. Nou, maar P, het komt allemaal door jouw moeder, want die was ook zo. Ja, ja, ja. Mijn moeder, die heeft zich ergens uh, voortgeplant en die heeft allerlei vrouwen gecreëerd of zo of, uh, Nee, het is een maatschappelijk verschijnsel. Ja, nee, maar Piggy, maar door jouw moeder, hè, uh, door die vrouw. Weer, ben jij juist met je ogen gefixeerd op het gedrag van. Uh, ja, daardoor praat je erover. Nee, ik praat er niet over daarom. Ik praat erover omdat het uitermate irritant is. Dus ik moet een probleem gaan verhelpen. Dat. Dat kost maar minimaal een uur of twee uur werk en dat is vrijwilligerstijd. En iemand heeft dat probleem geconstateerd en die hoeft alleen maar te bellen om mij te attenderen dat de doorsturing van de Huppeltje Pub niet werkt of zo. Bel me dan even. Dat is irritant. Vrouwen snappen helemaal niks van samenwerken. Ik, kan er heel, ik, ik, heb, ik denk dat ik kom aan meer dan 80 voorbeelden. Waarvan ik het hele kleurige, geurige verhaal kan schetsen. Van oh ja, en dat was ook nog. En dan de grand finale. Dat een vrouw zegt. US letter. Dat is een papierformaat. US letter. Dat is toch A4? Oh, 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 wat is er met jullie aan de hand? Ik laat maar even een pauze vallen. En ik heb het niet dat als jij hier naar luistert en je bent een vrouw. en je denkt: Nou, ik kan me voorstellen dat het voor Perry niet makkelijk is geweest. Stel, je bent zo. Dan luister je nog. Je kan wel lekker zeiken tegen die mannen van Mike Tyson, een agressief klootzak, en Adolf Hitler, en die even bruin man met poepsex en zo. En, ja, daar kan je wel over lopen zeuren. Maar het probleem met die vrouwen, dat zit in onze naaste omgeving. En daar mag je niet over, het niet over hebben, want dan word je persoonlijk of dan wil een begrip hebben voor haar. En, dan, en, dan, en, dan, en dan, het is niet zo dat je, nou ja, het is altijd, het is altijd, het is altijd, altijd die mannen. Waar zijn jullie mee bezig? Wat denk je nou dat je aan een betere samenleving krijgt. doordat jij dan denkt van. Uh, oh, maar een Makita. Uh, nou, dan heb ik zelf een Makita. Een ja, Makita is een merk boormachines. die worden gebruikt in de bouw. Ja, op een boormachine. om het jullie even uit te leggen. op iedere boormachine zit als het ware een sticker. En daarop staat 30 tot 40.000 gaten. En je boormachines van 10 tot 20.000 gaten. En je boormachines van 100 tot 200 gaten. En die laatste, dat, dat is dat inferieure spul uit Taiwan. Maar daar ga je wel een paar honderd gaten mee boren. En dan heb je een Makita. Ja, dan ga je richting de duizenden, tienduizenden. Maar waarom moet je tienduizenden gaten boren als man? Tenzij je een bouwvakker bent. Dus ik heb gewoon een bosch. Maar dat is precies goed. Gaat nooit kapot. Black and Decker is... Uh... Je moet het willen. Of zo. Nou, ah, borstjes, goed. En die moet je ervaren hebben. En ik ken een vrouw en die zei met een, wel een leuke oogopslag natuurlijk. Ja, nou, ik heb twee makita's. Hij zei: Hoeveel boortjes heb je? ze nou, dat, uh, dat bepaal ik zelf hoor. Ik zei: Nee, welke boortjes heb je? En die vrouwen denken dat ze dat allemaal lekker zelf kunnen gaan doen. Nou, kijk, Piri, want uh, Gari Kasparov was een eikel. En uh, ja, maar, uh, bovenal was die man, hè. En uh, nou, is de Magnus Kargel, nou, dat, uh, dat is ook weer een man en zo, hè. En wij vinden dus zelf, uh, uh, als wij een wedstrijd winnen... dan willen we een anderhalve punt extra, want... Uh, ja, en wat we ook willen, he? want eh, nog meer dingen. He? Want als je ze moet schaken, dan mag je geen felle kleuren aan. En ook eh, niet rare als een drag mag je ook niet komen. He? Je moet altijd een beetje, ja, beetje onopvallend gekleed zijn. En zo zijn wij niet graag. En het is om die reden, hè? He? Het is om die reden he? dat wij nooit winnen met schaken. Het moet eruit. Het is frappant dat de eerste mens, en die heette mens, mijn dochter vroeg eens: wie was de eerste mens? En toen heb ik niet tegen haar gezegd: mens. Was mijn dochter een Hebreer geweest, dan had ze die rare vraag niet gesteld. Maar mijn dochter is geen Hebreer. Ik ben de Hosea. Dus ik heb er niet voor gekozen. Je gaat mij niet vertellen dat dit allemaal opzet was, want Hosea die wist precies wat hij deed. Die wist ook hoe hij zijn kinderen moest noemen. Daar is mij niet overkomen, maar mijn kind is geen Hebreeër. Dus die stelt mij die stomme vraag: Hoe heette de eerste Adam? Dat is vragen naar de bekende weg, dacht ik. Dus sinds Adam heet iedereen weer anders. En Adam betekent mens. Look it up. En die mens, die Adam heette, die dus een naam had gekregen. De eerste was Mens. Dus mens was het eerste. En die liep met God. En God zei: Nou, alles is voor jou, nergens geen zorgen over. Er is één ding, daar moet je niet meer beneden. Je moet niet begrijpen uh, wat het verschil is tussen goed en kwaad. Want dat heb ik momenteel onder controle. En op het moment dat jij het gaat weten, dat jij gaat weten wat het kwade is aan het goede. En wat het goede is aan het kwade. Want dan ken je het. Yin-yang iemand. Dus als je het goede van het kwade kent en het kwade van het goede kent. dan ken jij het verschil. En het is niet de bedoeling dat je het goede van het kwade leert kennen. Met andere woorden, je bent geschapen in mijn gelijkenis. En overdrijf het niet. Word niet mijn gelijk. Dan ben je net zo stom als de nachtwacht die hier in het Rijksmuseum hangt. En dat die nachtwacht zegt... Hallo allemaal, ik ben Rembrandt van Rijn. Ik ben eigenlijk net zo goed als Rembrandt. Ik ben, ik ben Rembrandt. Ik, ik kan mijn eigen schilderen. Kijk maar naar mij. Dan ben je gek? Ja, en toen kwam die deal. De Oké, okay, dus uh, de vrouw wordt jouw helper. Dus de XX. Je zou kunnen zeggen, tot aan die tijd maakte XX of XI, dat maakt er geen donder uit. En toen kwam dat onderscheid tussen XI en XX. En XX, die zou XI gaan helpen. En wat heeft XX gedaan? Die heeft geluisterd naar de slang. Ja, het staat in de Bijbel. Er is mij verteld door Wim Kruidertuin dat vrouwen houden van mannen, zweet. Dus als een man dan, dan heeft hij op de bouwstijger gestaan. En... Of in de rioolreiniging met zo'n beschermende kledingstoestand. En het zweten daar binnen, jongen. En dan, oh, die rioolen heen met zijn schep. En al die meuk opzij. En dan koffiehuizen met zijn collega's. En, en dan komt hij thuis en dan hij zegt, zo: we hebben de volgende opdracht binnen. En dan gaan al die kleren gaan En dan heb je die man. En die raakt helemaal een zweet. Er schijnen vrouwen uh, op dat moment te denken: Zij Schat. Uh, voordat je gaat douchen, zal ik je eerst even vies maken. En dan gaat zo'n vrouw uh, in bed liggen: van, Maak me even vies. Uh. Oh, lekker. Dat is, dat is zweet. Is dat, uh. En bij mannen is dat de urine. En dat is een aanwijzing van God. Net als dat no woman, no cry. Dus geen wijven, geen gezeik. Dat is ook een aanwijzing. En vrouwen doen van, ja, maar we zeuren toch helemaal niet. We kletsen alleen maar uit ons nek, net als jullie. Want dat denken vrouwen. Vrouwen maken geen analyse van wat je zegt. Nee, vrouwen maken een analyse van hoe je het zegt. En dan denken ze: Oh, maar die woorden, die ken ik nou ook. Oh, moet het zo? Oh, maar ze kan ik het ook doen. Ja, maar Piri, kijk, Farid Azarkan, dat is dus volgens jou ook een vrouw. Dan, qua woordgebruik. Dat is een hele pijnlijke discussie. Het is pijnlijk. Het is heel erg. Eigenlijk moet Farik Azarkan met een boerka over straat. Dat niemand kan zien hoe lelijk die is. En dat hij ook een beetje onverstaanbaar kan praten. Dat er altijd uh, ja, zo'n ja, hele goede boerka over hem heen hangt. En eigenlijk willen we ook. Ja, een boerka met een. Uh, die, 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 die lelijke man niet kan zien. We hebben al zo weinig blanke kinderen. Straks gaan ze allemaal nog van angst dood. Ja, dan moest er even uit met, met, met vrouwelijkheid. Ik hou niet zo van vrouwelijkheid. Op dat soort terrein dan, hè, waarin het zich uit. Van, uh... Vrouwen voor vrouwen en negers voor negers. Homo's horen er ook bij en lesbischjes dat kunnen ook mannen zijn. Oh nee, nu zingen we het fout, een man die kan geen lesbienne zijn. Alle mannen die denken dat ze lesbiennes zijn, die zijn gek. Ik kan me goed voorstellen dat als ik dan zeg. Nou ja, ik, ik ben een lesbienne. Ik val alleen maar op vrouwen. Dat de, de vrouwen dan zeggen. Wie, ja, je speelt vals. Huh? En dan zeg ik. ja, dit is, uh, zij is eigenlijk geboren een man. Hè? En uh, daar had niemand ooit in de gaten. Maar ze was als man geboren, snap je? En dat heeft ze dan altijd gedacht: van ja, ik, ik kan mijn geslacht wel laten veranderen, maar ik ben eigenlijk een man. En dat had ze dan niet gedaan, want ze had geen zin in al dat snijden in uh, zijn lichaam. He? Dus uh, ik heb een uh, mannetjesvrouw ontmoet, he? en ik, uh, omdat ik lesbienne ben, is man. He? Ik wil dus ervaring, nou, dat je dingen, dat is die seksuele obsessie die je hebt als lesbienne. hè. Daar moet niet zijn penis aan hangen, snap je? Ja, zo kan ik toch ook doorgaan? Dan kom ik er toch ook mee weg? Met lulkoek. Denk je dat ik geen fantasie heb? Hoe verklaar je dan nog het feit dat ik in leven ben? Je moet op een of andere manier fantaseren dat dit leven toch leuk is. En dat vind ik ook eigenlijk wel. Nu nog mijn dochter. En de moeder. En de twee oma's. Dan ben je er, denk ik wel. Nou, ze heeft nog een paar nichten waarvan ik denk. Uh, nou, één nicht. Die ene nichten, nee. en ontevreden over hun leven. Die denken allemaal, hier mankeert iets aan, we moeten de staat gaan veranderen. Deze samenleving is onacceptabel voor vrouwen, want wij willen ook meedoen. En niet meer afwassen en dat soort dingen, nee, wij willen ook het huis uit. Dat is denk ik wel de geniale, het is demonisch. Hè? Uh, ze hebben die vrouwen de huizen uitgejaagd. En de kinderen alleen thuis gelaten. En zelf dan uh, de kinderzorg voor zich genomen. Daar ging het om. Dus die moeders weg. En ze hebben die moeders het huis uitgejaagd. Door een campagne te beginnen. Dat al die mannen niet duigen. Daar... Maar dat zit. En die vrouwen, die doen de jolig aan mij. Ik heb ze vrouwen, en die was er net bevallen van een kind. Of net een maand, en was het al voorbij. En ik had ook net een kind van. Wat is dat? Van acht. En zij zat alweer op kantoor. En ik dacht, zo snel al. En zoveel uren. Ik was daar ZZP'er of zoiets. ik kom alleen maar langs en dan doen we dingen. En ik ken die mensen allemaal handje gescheurd en hallo. Ik zie haar zitten in dat eenzame kantoortje bij Capella aan de ijssel. Dus dan moet je over de A15 en ben je onder Rotterdam. Dan heb je de A16 omhoog. En dan krijg je de grote verkeerscirculatiepunt. Dat is verschrikkelijk. En daar staat op het meest armoedige stukje voormalig landbouwgrond. een enorme kantoor, uh, toren. Uh, heel uh, efficiënt gemaakt. Echt een grote opening aan de binnenkant en zo. En dan denk je: oh, wat een goed gebouw. En vervolgens waar de mensen zitten, dat is niets meer dan. Uh, karton wat je handig kan verplaatsen. En uh, eigenlijk is het allemaal karton. En aan uh, de buitenkant allemaal. Uh, dingen zijn uitzicht natuurlijk op dat. Verkeerscirculatieplein. Maar gelukkig zit onderin de kantine. Dus is niet goedkoop, maar het is wel goedkoop. En het is best goedkoop, eigenlijk. Ja, dus ik mis je, je kind niet. Oh, nee. Sorry. Nee, ik ben blij dat ik thuis weg ben. Veel gelukkiger hier, Op de vijfde verdieping. Je hebt die mooie Engelse serie The Office. Zo'n soort gebouw. En dan 10% zo gezellig. The Office is best gezellig. En dan qua gezelligheid 90% weg. Heel veel stilte. Alles gaat via e-mail. En dan kun je pliep. En dan moet je dan zo typen. Zij kon niet met leveranciers omgaan. Zij bekte leveranciers af. En dan werden leveranciers zagreindig. En dan moest er een man bijkomen. om de boel te sussen. Daar ben ik getuige van geweest. Snap een vrouw niet zo? Dat als je. Als een leverancier niet kan komen met wat, die, uh, wat afgesproken is, hè, dat het dan geen nut heeft om duidelijk te maken dat je nu in paniek bent en dat die leverancier echt wat moet gaan doen. Want je komt er niet meer uit. Je moet dus op dat moment gaan nadenken en gaan vragen waarom die leverancier. De, en als die leverancier dan zegt: ja, dat en dat heb ik niet en dat ligt bij jullie. Dat het niet het moment is om tegen die leverancier te zeggen: Dat maakt me niet uit, maar volgende week woensdag moeten die, die actie van start en dat is mijn opdracht. En doe er wat aan. En thuis kwamen de muren op haar af. Eat this. Moet je nou, uh, wat is er nou? Een... Je hebt een motherfucker... Het is een goed beroep, hè. Dat is een man en die heeft uitsluitend seks met vrouw voor kind. Motherfucker. Dus als een man die een motherfucker is, als je met hem hebt over seks... dan kijkt zo'n man je aan en die vraagt dan aan jou van... meen je dat nou? Dat ik je moet bezwangeren? Ja. Nou, daar gaan we ergens over praten, want ik neuk alleen... madder. I'm a mofo. Nee, ik ga niet uh, ritjes uh, toestaan dat ik een condoom eromheen doe. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ga liever vissen. Dan heb je nog wat te eten achteraf. Een moval, een motherfucker. Dus, die doet niet aan fucken voor de fun. Dat is no fun fucker. En dan weet dan een vrouw die er ook zo over denkt? Ik wil wel neuken. Maar alleen als het gaat om kinderen. Waar is dat gevoel gebleven? Gewoon een kieskeurige vrouw. Zit je tegen een man uit de man dan voorstelt van... Uh, oh, ik heb eigenlijk wel zin om uh, te neuken. Uh, dat je dan zo'n kerel zo kijkt, zo van top tot tenen. Dat je dan ook denkt van ja, dat kan je wel zeggen. Maar ik ken je vader niet. Ik ken je moeder niet. Uh, die zus waar je het net over had tijdens de cocktail... die ken ik ook eigenlijk helemaal niet. Uh, die, ik ken helemaal niks van, je. Ja? En ik met jou neuken? Omdat ik een kriebel heb? dus met twee grote tenen? Die vrouw die tegen mij zei. Van... Oh, kijk, mijn boormachines en zo, hè. Oh, ik heb twee makita's, man. Uh, dus, uh, oh, oh, ja, boordjes. Nou, die heb ik zoveel ik wil. Ik, ik weet niet wat ik heb. Maar uh, als ik een boordje nodig heb. Ik heb een makita, dus. Uh, oh, ik, kan wel, uh, oh, ik ben helemaal gekufferd, hè. En die veldte vrouw die zei tegen mij... als wij heden ten dagen onder Romeins recht hadden geleefd... in Rome, bedoelt ze dan... en dan was ik prostituee geworden. En ik denk dan... wij leven in Romeins recht. In Rome, wij leven in Rome. En jij bent een feminist... En later kwam ik erachter dat ze. die heeft met de blote billen gespeeld voor geld. En dan dacht ja, precies. Als het toen Rome was geweest. dan, is, dan droom je nu met mij dat je toen prostituee was geweest. En waarschijnlijk denk je dan dat je dan een rijke vrouw was geweest. Dat is het probleem met het materiaal gaat. En ga vrouwen maar eens uitleggen dat je van prostitutie niet rijk wordt. Er schiet me een analogie te binnen, maar ik kan het nou even niet verwoorden. Prostitutie is enorm destructief voor je leven. Waar ik aan dacht van... Ik heb een houten kachel. Daar kan ik hout in branden. Of ik steek de kachel in de fik. Dan brandt het ook. Dus dat prostituees dan denken, van ja, maar er was zo'n prostituee en die had een dochter en die is heel beroemd geworden. Dat is Edith Piaf. Met uh, nee, ik heb nergens spijt van. Niet van het goede. En niet van het kwade was er mij van betichten. Ja, ga dat liedje zingen op het moment dat je leven voorbij is. Ja, Zo'n vrouw die ken ik al heel lang. En die, die heeft een altijd problemen. Nou, had ik laatst een probleem. Oh, nou, daarvoor al. Dat ik tegen haar zei: Kom even langs. Gewoon voor de gezelligheid. Ik heb mijn kamer opgeruimd. Mijn woning. Alles, lekker schoon hier. Kom even langs. En dan maak ik eten. Drinken we een wijntje. Ja? En dan kletsen we even bij. Helemaal niks, hè. Oh, ik voel me niet zo goed. Nou, en toen kreeg ik. Daar ben ik nu van aan het herstellen. Ik krijg een soort spitsen, uh, zenuwverklemmingen, zeg maar. Dus, uh, niet overbelasten en wel bewegen. Anyway, in, op dat moment, ik, kon, ik ben een aantal weken, kon ik geen boodschappen doen. Nou, dan meld ik dat aan mijn vrienden. En dat is gelijk koek en ei. Je moet niet zeuren. En wat heb je nodig? Nou, dan doe ik ook een Facebook-bericht aan haar. Want ik wil niet de Godkansen tijd diezelfde jokers langs, vangen, langs lastig vallen. En ik ken haar toch ook. En you believe me dat ik voor haar in touw geklommen ben. Niet één keer, niet twee keer, niet zeven. Nee, dat goed. Eén keer vraag ik aan haar. Wil je voor mij naar de Albert de Gein lopen? En dan moet ze eerst naar mij komen. Of, of, dan doe ik wel een lijstje. Kan je boodschappen doen? Please. Ik kon echt niet lopen. Niks. Nada. Niente. Zilch. En dan krijg ik om 12 uur s'nachts, als ik al licht slapen, probeer te gaan slapen. Een sms van haar met een heel verhaal. Ik heb keelkanker en ik heb ook nog darmkanker en ik krijg bestralingstherapie en chemotherapie en hoe moet het nou? En toen mailde een sms en ik terug uh, toen ik in de gaten had dat zij het was. Want dat wist ik niet. Maar heeft altijd een nieuw telefoonnummer. Dan wist ik dat zij het was en dan zei ik sterkte. En toen werd ze boos. Punt 1. Er stond geen vraag in. Punt 2. Ze kan me ook bellen. En bel me niet om 12 uur 's nachts. De Dat doen mannen niet. Ja, sommigen wel, maar die zijn echt knetter. Maar vrienden doen dat niet. En vrouwen denken dat alles maar kan. Die moet het gewoon doen. En dan kan het vanzelf. Vrouwen denken: hebben een adem het gezicht van ja, we mogen echt hier alles. Ja, we hebben geen kleren aan. Hè? We wel lekker in je blote bibs. Uh, lekker helemaal alles eten. En van alles wat je eet, daarvan word je groter. En dan krijg je inzicht. En waar je niet van eet. Is het inzicht. In het onderscheid. Tussen goed en kwaad. Want er is een verschil tussen goed en kwaad. Er is een verschil waarom God er is. En waarom Satan er is. En waarom het ook zo is dat dat. Nog wel even zo zou zijn. En het is niet de bedoeling dat we daar kennis van gaan nemen. En God gelijk worden. En wat doet Eva? Oh, dat kan je wel zeggen. Dat is patriarchaat, man. Ja, en de rest van het verhaaltje, dat ken je denk ik wel. Het is niet de bedoeling, snap je? En jij kan als vrouw denken dat je alle recht hebt. Maar leer eerst een keertje schaken. Ik weet nou uh, de Siciliaanse opening en de Engelse opening. Nou, die ken ik bijna niet. Koningsgambit, daar heb ik nu weer leuke dingen van gezien. En Damesgambit, die wordt vik saai. Dat doe ik niet. Ik, uh, Evans Gambit, dat uh, schijnt ook, maar dat, dat durf ik niet. Want dan verlies ik. Nou, leer als vrouw dat dan. Speel dan een Evans Gambit, heb het lef. Bobby Fischer, die heeft zich daar lelijk aan baseerd. Toen niemand anders dat deed. En toen werd dat zijn favoriet. Maar nou, daar heb ik zo mee gepakt. Wat een gemeene truc. Je trapt er zomaar in. Ja maar doe het dan. In plaats dat je. Oh, ik, wil, ik wil meer rechten, ik wil meer vrijheid en ik wil gelijkheid in betaling. Het is demonisch. Het is Satan die de vrouwen verleidt. En er zijn de ongelovige dombo's van mannen die dat accepteren. En die gaan er nog seks mee hebben ook. En dan lopen klagen op social media hoe ze belazers zijn. Dat vond ik een hele goeie. Ik ga afsluiten hoor. Uh, oh, het is zo dat kinderen van alleenstaande moeders. Uh, die belanden dus voor 70% met uh, jeugddingers. Criminaliteitsbureau. 70%. In Amerika dan, of Engeland. Whatever. Gaat helemaal niet goed. Hè? En dan wordt erbij stilgestaan door een katholieke priester. Dat is echt, ja, yeah. maar die vrouwen zijn ook in de steek gelaten door hun mannen. Dus je kan het net zo goed hebben over dat je die mannen niet weg mogen lopen als ze seks hebben gehad. Het zijn die stoute mannen. Ja, ik zeg: je moet geen seks hebben met vrouwen. Niet onder deze condities. Helemaal niet. Als verlovingsgeschenk. dan koop je voor, je voor je vriendin een Steely Dan. En een Steely Dan, die jij dan als verlovingsgeschenk aan je vriendin geeft. dat is de CD van Steely Dan. Can't buy a thrill. Are you wriggling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? En de rest van de tijd van de tekst weet ik niet meer. da 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 En een Stevie Dan. Dat is een roestvrij stralen... trillwekker. Bananenwekker, zomaar. Dat een roest, vrij stalen. Dus een, een, een wekker met een soort. Ja, het is dus, dus eigenlijk een ding met een wekkerfunctie. Maar het ziet eruit als een banaan. Met vier van die 9 volt batterijen erin. Dan heb je een beetje power aan boord. Dat is dan ongeveer het dichtste wat je erbij kan komen. Geen seks. En die vrouwen kunnen zeggen: Ja, we doen het heel veilig. Nee, niet doen. Er zijn verhalen van vrouwen die dan na de daad zijn opgestaan en naar de prullenmand zijn gelopen, waar uh, vriend lief, dus gewoon een of andere kerel die ze opgepikt hebben, en daar is de condoom in de prullenmand gegooid en dan pakken ze die condoom eruit. Terwijl die manlief die ligt na de datum, moet snurken. En dan draaien ze het ding binnenste buiten en dan gaan ze zichzelf bevruchten. Daar worden ze nog geil van ook. Ja, als je dan afsluitend wil zeggen dat mannen extremer gekker zijn en ook extremer slimmer zijn, en dat er bij vrouwen die afwijking dan heel klein is dat ze minder extreem gek zijn. Nou, ik kan dan wel zeggen dat vrouwen extreem gek zijn als het gaat om de zorg voor het nageslacht en dat ze meer denken van ja, ik kan kinderen krijgen, ik mag kinderen krijgen. Nou, dan moet ik het ook. Vrouwen, mijn benedenbuurf die heeft een hond. En wat kiezen ze dan? Dan kiezen ze een jachthond. En je jachthond moet lopen. Neem een waakhond. Maar zij neemt dan zo'n een, een, een roedelbeestje. Uh, een Jack Russell. Ja, dan moet je lopen. En daar heeft mevrouw geen zin in. En die hond loopt woe, huisvesting erbij. God, ze raken. En dan gaat de beest van mijn onderbuurvrouw, die gaat lopen wordt hij in de steek gelaten. En dan heb ik boven mij zo'n vrouw, die heeft, die heeft dan een, een waakhond. Maar die gaat meelopen. Uh. En als ik mazzel heb, dan zit die vrouw helemaal onderin het uh, En Die heeft ook een hond. En als die dat ook hoort, dan gaan ze met z'n drieën. En dan slaat ook uh, een hond aan ergens verder hier in de buurt. En ik probeer dan uh, ja, heel mannelijk en rationeel en rustig te blijven. En te zeggen van, tegen mezelf... Van, uh, niet klagen... Maar dragen en bidden om kracht. En die zullen we nodig hebben als dit op deze manier zo doorgaat. Die vrouwen worden alleen maar gekker. Zo. Ik ga denken over de volgende: hoe we hiermee verder moeten en hoe je vrouwen moet duidelijk maken dat. Ja, hoe je vrouwen dingen moet duidelijk maken. Een les in omgang met vrouwen. Want ik heb er geen verstand van. Dus daar moet je van kunnen leren. <laughs> Tot de volgende over uh, seksisme en feminisme. En, uh, opkomen voor vrouwen in het algemeen. Doei.